allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag weer een nieuwe dag, veel werken. Ik heb hier alvast een rekenboek klaargelegd. Mijn moeder heeft hier achter ook een bureautje gemaakt, dus die gaat daar ook zo lekker werken. En laten we maar gauw beginnen. Een rekenboek. Daar ga ik nu even lekker in werken. Het is zeker naar de eindtoets. Dus hier moet ik goed, hiermee kan ik me goed voorbereiden op de eindtoets. Belangrijk nieuws over de eindtoets. Want de eindtoets voor groep 8ers gaat dit jaar niet door. Minister Slob, de minister van Onderwijs, heeft dat bekendgemaakt. Halverwege mei zou het hier groot feest zijn in evenementenhal Ahoy in Rotterdam. Maar net als veel andere evenementen wordt ook dit afgelast. Ja, zoals jullie zien zit mijn moeder nu achter mij. Mam. Ik heb inmiddels al 2 lessen gemaakt van rekenen, zeker naar de eindtoets. En ja, ik denk dat jullie inmiddels deze al kennen, mijn jaarplanner. Maar voor vandaag heb ik ook een weekplanner ingevuld. Ja, ik had het per ongeluk bij dinsdag geschreven, maar het is woensdag. Dus. En dan heb ik dus alles ingepland wat ik vandaag wil doen. En onder andere studievaardigheden. Dus het heet Blitz, dus daar ga ik nu mee beginnen. En het lijkt me wel echt een hele leuke les. Dit hoort erbij, deze bladzijde alleen. En dan moet ik dus zelf een agenda gaan maken. Dus, let's go! Ik ga zo met mijn moeder even een potje rummikub doen. Ik heb er heel veel zin in. En ik hoop natuurlijk dat ik ga winnen. Dus wacht maar af, man. Nou, dit zijn alle steentjes die ik heb. Ik zie dat deze verkeerd om is. En mama, ben je er klaar voor? Jazeker. Nou, dan gaan we allebei even eentje pakken uit de doos. Oké, ik pak deze. Ik heb 2. Gisteren waren we ook een potje aan het spelen. Toen had ik 2 en mijn moeder 1. En nu is het 2-2. Dus nog een keer. Ik heb 6. Jij hebt 10. Nou, dan mag jij vandaag beginnen. Oh ja. Blij? Zeker weten. En nee, we hebben allemaal al gezien dat ik ga winnen. Helemaal. Dit zijn mijn moeders steentjes. Die liggen daar. Zeg even. Ik kan niet tegen mijn verlies. Dan ga ik even kijken of ik kan winnen. Gaat binnen hoor mensen, wacht maar. Ik kwam bijna uit. Of komt mijn moeder nu toch niet uit? Oeh, we gaan het zien. Het zijn spannende dagen. Als het gaat om het virus, maar ook om het spelletjes. Komt ze uit? Volgens mij nog niet. Even kijken. Mijn moeder heeft net niet gewonnen. Nog een kans voor mij. Als dit goed gaat. Mijn moeder gaat uitkomen. Dat zeg ik al de hele tijd. Maar de harde waarheid. Mama komt uit. Mensen, ik kom bijna uit. Ze heeft me zelfs geholpen. Ik mis alleen maar een... Helaas mensen, de tijd is gekomen. Mama komt uit. Wat gaat ze doen? Niemand weet het. Niemand heeft het antwoord behalve zij zelf. Is het waar? Oh nee, toch niet. Oh nee mensen. Applaus. Jongens, ik ben net helaas achter iets heel vervelends. Komen, namelijk de verliezer moet opruimen. Dus, mam, wat zeg je dan? Nee. Dan zeg je dankjewel voor het opruimen. Alsjeblieft. Ik heb een goocheltruc voor jullie. Hele mooie limonadefles. En mijn telefoon. Ik ga mijn telefoon in de limonadefles doen. Proberen om hem er nog dieper in te krijgen. Tadaa. Hij zit er gewoon ineens in. Heel raar.
Ik heb voor jullie een tip van de dag, namelijk lach als het kan.